De campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie met Thierry Baudet op Kelfkesbos is zondag eerder afgebroken dan gepland. Doordat er meer mensen kwamen dan van tevoren was afgesproken, is door burgemeester Hubert Bruls besloten de bijeenkomst voortijdig te staken. De politie werd ingezet om de onaangekondigde tegendemonstranten en de mensen bij de Forumdemonstratie uit elkaar te houden. De tegendemonstranten probeerden de toespraak van Thierry Baudet te verstoren. De FVD-demonstranten hielden zich grotendeels aan de afspraken. Toch zijn er enkele bekeuringen uitgedeeld voor het overtreden van coronaregels. Er zijn 2 mensen opgepakt voor opruiing.